Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een review voor jullie wat betreft extensions. Deze heb ik toegestuurd gekregen via EasyLocks. Ik zal jullie straks in het filmpje laten zien wat ik heb gekregen en hoe ik de extensions in doe. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus voor mij is het ook net zo spannend als voor jullie. Wat ik wel erbij wil zeggen is, alle informatie die ik er niet in heb verteld, kun je allemaal terugvinden op de site. In de beschrijving hier beneden zal ik de link plaatsen. En dan kan je zelf ook even kijken wat jij ervan vindt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk wel zeer tevreden over. Ik had het echt niet verwacht. Maar dat zullen jullie straks in het filmpje zien. En ook heel goed om te weten is dat ze nu ook make-up verkopen op de site. Dus het is zeker weten een kijkje nemen waard. Laten we maar gaan beginnen. Eerst met alle producten die ik heb gekregen. Dat laat ik jullie voor allemaal zien. Ik heb gekregen shampoo. Een conditioner. Om het haar mee te wassen. Ook heb ik gekregen een soft conditioning. Dit is gewoon een spray. En kun je het zien? Ja, dit is een spray. En die moet je dan gewoon op het haar spuiten om het zeg maar te glanzen en... soften it up. En natuurlijk heb ik ook hair extensions gekregen. Dit zijn de clip-ons. Dus deze kan je gewoon erin klikken. En dan heb je hier twee aparte stukjes. Er zit een apart haarnetje. Ik jullie even laten zien. Oh. It's a little bit stuck though. Dat is deze dus. En dan heb ik er hier nog eentje. En dit is dan voor aan de zijkanten om het extra volume te geven. Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken. Want ik heb natuurlijk best wel een klein hoofd. Dus ik denk dat deze meer dan voldoende is. Dit is one huge hair extension. Kijk. En ik vind de kleur zo mooi. Het is precies ietsjes donkerder. Maar ik denk dat het wel gewoon goed gaat staan. Gaat passen. En hij is echt heel mooi. Hij glanst ook heel mooi. Dus dat is wel prettig. Dat is dat. Dan heb ik er ook bij gekregen een steltang / krultang van EasyLocks. En ik wist eerst niet hoe je dit moest gebruiken. Maar wat blijkt nou? Dit is een krultang en een steltang. En dan heb je hier van die knopjes. En deze kant en deze kant. En dit is om te krullen. Dan druk je hem in. En dan kan je dit gedeelte dus gebruiken. En hier heb je dus om te stylen. Druk je die in. En dan gaat dit klepje open. En hiermee kan je dan dus je haar stylen. Dus super! En wat ik er ook bij heb gekregen is een wereldstekker. Super handig dit. Zoals jullie even laten zien. Zo ziet hij eruit. En hiermee kan je dus. Hiermee klik je dus dit in. En dan zit hij vast. En als je aan de achterkant de stekker omhoog duwt, kan je hem zo in de stopcontact duwen. En dan is die gewoon perfect. Ik had verwacht dat ik er nog één bij moest kopen. Ik had wel eentje thuis liggen. Maar ik kon die nergens meer vinden. Dus ik vind het heel erg handig. Maar wat ook bij zit is dit. Y'all see that. Dus dat vond ik ook echt super gaaf. Dat dit gewoon... Dus ja, dit is gewoon echt een wereldstekker. Je kan er echt van alles en nog wat mee. En je hebt volgens mij drie verschillende soorten. Want aan de achterkant heb je er dus weer één. Die je dus, deze kan je dus bijvoorbeeld in Londen gebruiken. Volgens mij deze ook hoor, die andere. Kijk. Dan heb je echt verschillende soorten. Dus je kan deze echt overal gebruiken. Dat is echt ideaal gewoon. Deze gaat zeer zeker met me mee op reis. Je moet er wel weer indrukken. En dan op lock. En dan zit hij gewoon goed. Dus dit is dit. Ik ga deze even zo houden, want ik ga straks mijn haar ermee krullen. Nou, ik heb een stekker in de stopcontact gedaan en ik ga deze krultang gelijk testen. Dus ik druk hem op krullen. En dan doe ik hem aan. En je hebt hier dan een plusje en een minnetje. En dan kan je zelf kiezen welke stand je wil hebben.
Ik zet hem op 210. Dan is hij lekker goed heet, warm. En hij wordt ook heel snel warm, je voelt het meteen. Dus je hoeft ook niet lang te wachten. Wat ik ga doen is mijn haar verdelen in 3 stukken. Want ik ben altijd een heel lui persoon. Ik heb echt geen zin om uren mijn haar te krullen. Dus het bovenste gedeelte, die maak ik even vast met een elastiekje. En het onderste gedeelte kam ik uit met een haarborstel. Heb ik mijn haar dus verdeeld in tweeën. Je kan op 2 manieren kan je je haar krullen. 1, door dit klepje te gebruiken. En 2, eromheen krullen. Wat ik zelf het prettigst vind is er omheen krullen. Maar wat je dus ook kan doen is het klepje gebruiken. Ik ga ze alle 2 proberen. Dus ik verdeel deze 2 ook. Dit stukje ook weer door 2 plukjes. Deze doe ik heel even zo. Dit is mijn pluk. En dan begin ik met de klep. Hiermee maak ik hem vast en dan draai ik hem rond. In principe hoor je dan eigenlijk, hoef je dit dus niet meer vast te houden. Maar ik vind dit een beter resultaat hebben. En iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Dus dan wachten we even 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, als we dat hebben gedaan, hebben we dus een krul. Nou, wat ik dus ga doen is verder met mijn haar krullen. Maar ik ga er nu dus omheen. Dus ik hou hem aan de achterkant. En ik trek hem gewoon door. En zo hou ik hem dan vast. En met de andere kant doe ik precies hetzelfde. Nou, ik ben dus nu klaar met mijn haar krullen. Zoals je kunt zien heeft dit stukje haar dus slagen. Zo, hij is echt zo mooi. Love it. Look at it bounce, people. Maar goed, dat is dat. Wat ik dus nu ga doen is mijn haar uit de krullen halen. En dan zal het er ongeveer net zo uitzien zoals dit haar. Nou, zoals je kunt zien komen er alleen maar slagen in. Zoals dit stuk haar dus. Yes, I love this. Oeh. Nou, wat ik dus nu ga doen is de extensions erin klikken. Je hebt dus hier aan de bovenkant heb je dus van die kliksystemen en hier aan de onderkant. Dus wat ik nu ga doen is dan een deel van mijn haar, die maak ik nu even vast. En ik pak eigenlijk een heel klein stukje van het bovenste gedeelte. En die maak ik dan vast met een elastiekje. Wat ik dan doe is met een haarborstel kom ik het gewoon een beetje omhoog. Je kan het ook met haarspray doen. Zo, als ik dat heb gedaan dan zie je dat het hier wat boller is. Dan gaan we hem erin klikken. Oké, let me see. Hier. Kijken of ook dat wel goed gaat. Oké. It looks fuller already. Zo, ik heb het dus erin geklikt. Zie je zo? Zoals je kan zien heb ik hem dus erin geklikt. Wat ik nu ga doen is mijn haar losgooien.
Oh my god. Mijn haar ziet er zo way voller uit, hè. Het is echt sick. Oh guys, I'm in love. Mijn haar ziet er echt zo vol uit. Gewoon voller dan net. Ik heb echt het gevoel dat ik veel meer haar op mijn hoofd heb nu. Want ik heb best wel dun haar van mezelf. Dat is natuurlijk echt een no-go. Nou, ik ben heel erg blij met het eindresultaat. Thank God for that. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze review. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!